Vrijdagmiddag was het groot feest in de muziektuin in Schagen. Met een feestelijke receptie werd afscheid genomen van Jannie Mazereel. Jannie heeft zich 35 jaar met hart en ziel ingezet voor de SKRS, de kinderopvang in Schagen. Het Bikkeltje was het eerste kinderdagverblijf in de Kop van Noord-Holland en onder haar leiding werden nog 8 nieuwe locaties geopend. Tijdens de afscheidsreceptie, die door heel veel kinderen en ouders werd bijgewoond, werd Jannie door burgemeester Marjan van Kampen verblijd met het Schager compliment. De kinderen hadden ook een rol, want ze zongen voor haar en speelden onder leiding van Benito djembe voor haar. Staan, want anders is het zo officieel. Ja, je ziet er zo deftig uit, het is een vrolijke jurk.